Het wordt gezien als het meest historische besluit van dit kabinet tot nu toe. De gaskraan in Groningen gaat op termijn helemaal dicht. Vandaag, precies een jaar geleden, verraste premier Rutte vriend en vijand met deze mededeling. Over de aardgaswinning is vandaag een belangrijk besluit genomen. We hebben besloten om stapsgewijs over te gaan tot een volledige beëindiging van de gaswinning in Groningen. De winning van 12 miljard kuub die we eerder hebben besloten is een tussenstand. Eindstation is nul, waarbij we voorwaardelijk kiezen voor veiligheid voorop. Meneer Paas, als we toch even terugblikken naar precies een jaar geleden. Wat deden deze woorden met Groningen? Dat sloeg ook bij ons in als een bom. Wij hielden rekening met een besluit waarin het kabinet met veel gekraak misschien wel in de buurt van die 12 miljard kuub zou kunnen komen. En de avond daarvoor werd ik gebeld door minister Wiebes, die zei... Ja, u wist dit al? Ja, één dag of een halve dag van tevoren. Dus ik had een paar mensen kunnen vertellen dat dit eraan zat te komen. Maar voor de meeste mensen was dit een volkomen verrassing. En er was ook een soort van ontlading. Ik herinner me dat op de binnenplaats van het provinciehuis... Er kwamen mensen bij elkaar staan en ik heb vooral ambtenaren geïnformeerd wat voor besluiten was genomen. En toen zette iemand zomaar het Gronings volkslied in. Dus zo'n soort stemming was er. Vrij snel daarna... Euforie. Ja, kortdurende euforie. Ja, want is daar nu een jaar later nog iets van over? Nee, niet van euforie over het gasbesluit. Want er zijn ontzettend veel mensen die wachten op het oplossen van hun eigen problemen. De schade in huizen die nog steeds niet hersteld is. Mensen wachten op duidelijkheid voor de versterking van hun huizen. Dat is iets anders dan schadeherstel. En dat is veel ingrijpender vaak. Want huizen moeten een grote klap kunnen doorstaan. Veel mensen weten niet wat dat voor hun huis betekent. En dat duurt eindeloos. Dus veel Groningers zijn het wachten zat. Ja. En zijn al bijna weer kwijt dat het kabinet heeft besloten om te stoppen met gaswinning. En twijfelen ook of dat dan wel gebeurt. Omdat er zo vaak dingen niet zijn gebeurd. Ja, u noemt het inderdaad al. De grootste problemen spelen zich op dit moment af rondom die versterkingsoperatie. Vele huizen zitten nog altijd vol scheuren. En vooral de angst dat het erger wordt is bij veel Groningers enorm. Je ziet die scheur in feite verticaal helemaal van boven naar beneden lopen. Het dak drukt erop. En het kan zomaar betekenen dat zo'n muur daardoor gaat uitbuiken en op een gegeven moment omdondert. Het is iets wat je eigenlijk elke dag bezighoudt, omdat het niet opgelost wordt. De schade is vrij groot. Ook in niet alleen het aantal scheuren. Maar je ziet ook vooral heel veel verzakkingen in het pand optreden. Dat scheurt niet, maar dat betekent dat als je door het pand heen loopt, dat je het gevoel hebt dat je dronken bent. En de schade die je meldt, wordt niet eens normaal opgenomen in veel gevallen. Daar loopt er ook een zo naar dat raam toe. En in de tussentijd zal de gaskraan waarschijnlijk wel dicht worden gedraaid. Maar dat wil niet zeggen dat de problemen daarmee verholpen zijn. Dit is een pand. Ja, dat staat er al 4-5 eeuwen. Dat zal niet zomaar in elkaar storten. Maar het gaat wel kapot. En als we er niet wat aan doen, dan stort het op een gegeven moment ook in. Helaas is deze meneer lang niet de enige, mevrouw van Torenburg. Begrijpt u die frustratie die we natuurlijk ook bij meneer Paas horen? Van ja, er gebeurt nog veel te weinig. Ja, absoluut. Ik heb gisteren met Agnes Mulder nog gesproken over hoe zij daar naar kijkt. Ze geeft ook aan, er moeten veel creatievere maatregelen worden bedacht. Want je kunt wel van een hele rij ieder huis controleren hoe dat moet worden versterkt. Maar op een bepaald moment heb je ook een beetje een beeld wat voor soort huizen dat zijn. Doe dat dan in één keer. We hebben nu het rapport gekregen van al die kinderen, hoe die in de volgende generatie al lijden onder wat hier gebeurt. Er moet echt een tandje bij. Maar wat moet er inderdaad dan volgens u, meneer Paas, als u een advies moet geven aan Den Haag, wat moet er nu concreet gebeuren om de Groningers te helpen? Het grootste knelpunt op dit moment is capaciteit. Capaciteit om te kijken hoe de huizen erbij zitten. Capaciteit om te rekenen wat dat betekent. En straks ook capaciteit om met bouwvakkers aan de slag te gaan, want het is een nogal overspannen markt. Mm-hmm. Dus wie heeft u dan nodig als u zegt capaciteit? Het is essentieel dat we de capaciteit van ingenieurs om het door te rekenen, dat we die heel snel vergroten. En als je dan in een soort van moeras van aanbestedingsregels en vage afspraken terechtkomt, dan wordt het heel erg ingewikkeld om het zelf te begrijpen en ook om het uit te leggen aan de mensen die het wachten meer dan zat zijn. Dus wat moet er dan concreet gebeuren? Meer geld? Nee. Minder regels? Wat wilt u dan? De minister garandeert ons de hele tijd dat het geld er wel is. Dus laten we daar eens even van uitgaan. Dan gaat het er vooral om dat je met bedrijven die ingenieurs in huis hebben, er is een hele wereld, je hoeft geen Nederlands te spreken om een Nederlands huis te kunnen doorrekenen. Er is een hele wereld aan ingenieurs te huur
laten we dat alsjeblieft snel gaan doen. Ja, toch is er natuurlijk ook, hè, we willen allemaal dat het snel gebeurt. Maar aan de andere kant, die zorgvuldigheid is ook belangrijk. Ja, maar de zorgvuldigheid, een kernelement van zorgvuldigheid is dat als je, de meneer Koorn, die zo net in beeld was, die zei dat ook, dan je doet een melding en je hoort niks. Of je doet een melding en je kunt het niet eens fatsoenlijk melden. Als je mensen heel lang laat wachten, dan is dat wat mij betreft een eerste symptoom van onzorgvuldigheid. Ja, de zorgvuldigheid is niet hetzelfde als langdurig. Dat het zo stroperig is. Kijk, het is natuurlijk van de NAM naar weer een nieuw tijdelijk loket gegaan. Alles moet daar nog organisatorisch op de rails gebracht worden. Ik heb niet zo'n zin om het te gaan verklaren hoe het komt. Het moet gewoon opgelost. Het moet opgelost. Toen minister Wiebes kwam, toen zei hij dit is een Nederlands overheidsfalen van een on-Nederlandse schaal. En dat moeten we met z'n allen, maar hij voorop, zien te verhelpen. Ja, en dat lijkt me duidelijk. Daar moet iedereen dus hard aan bijwerken om dat meewerken om dat op te lossen. Dank jullie wel.